kan je voorstellen dat maart niet mijn favoriete maand. Hi, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben René. Het is tijd om weer mezelf te gaan onderhouden. Maart is gewoon een hele vervelende maand, helaas. 3 jaar geleden is mijn vader overleden. 2 maart ging het ziekenhuis in. 5 maart werd hij 64 en 25 maart is hij overleden. 31 maart was een crematie. Dus heel maart is niet zo tof voor ons. En daarnaast heb ik natuurlijk net een curettage achter de rug, miskraam. En daarnaast heb ik een paar jaar geleden een hele lieve man ontmoet, Pieter. Waar ik regelmatig wat mee ben gaan lunchen, omdat ten eerste het gewoon een lieve man was, maar hij ook erg eenzaam. En dus eens in de zoveel tijd ging ik naar hem toe om even lekker te kletsen en met hem te lunchen. Hem ontmoet toen alles nog oké was, maar hij heeft TIA's gehad waardoor hij echt een stuk slechter is geworden en helaas ook is gaan dementeren. En ik heb 16 maart ook een bericht gekregen dat hij is overleden. Wel 90 jaar geworden, dus een mooie leeftijd. En hij had er zelf ook geen zin meer in. Dus wat dat betreft, gelukkig voor hem heeft hij zijn rust. Daardoor is het gewoon tijd om het weer even op de goede boeg te gooien. Het is tijd om het te gaan verzorgen. Weer gezond te gaan eten, meer te bewegen. Ik heb hier even lekker een make-upje op gedaan. En ik ga zo dadelijk naar de kapper, want dat is echt heel erg nodig. Dus ik ga me even laten verwennen. Ik kan nog niet al te veel sportief bewegen, dus we gaan het eerst even rustig aan doen. Gewoon ontspannen bij de kapper. En en dan hoop ik dat ik op een gegeven moment gewoon weer goed in mijn vel zit. Want dat is gewoon heel erg belangrijk. Zijn weer gedaan. Het eindresultaat van een zit van meer dan 4 uur of zo. Sergio is ook thuis. En ik heb een verrassing. Hij heeft een verrassing. Wat dan? Oké. Wacht even. Moet ik het neerzetten? Nou, ik weet het niet. Maar ik ga een hint geven. Eerste hint. Ja? Komt ie, hè? Eerste hint. Dat was de eerste hint. Doe nog eens. Even vergeten. Ja. Tweede hint is... signorita! Ga je? Hint nummer 2. Heb je hem al? Nee. Heb je hem nog niet? Het is en Spanje. Oké. Okay. Nee, nummer 3. Get me out of here! 3. Wat kan ik? 3. Zie je weer dat? Get me out of here! Heb je hem nou nog niet? Okay. Moet ik weten van. Get me out of here? Moet ik weten van wie dat is? Of gewoon. Ja, ook. Get me out of here. Ook dat. Wie is dat nou? Oké, nummer 1. Ik ga allemaal. Oh, mijn tenenpiercing! Oh ja, je krijgt van mij een tenenpiercing. Ah, nee. Nummer 2 was, signorita! Get me out of here! Ah. Yes. Ah. Ah. This is Timberlake. Oh, this is my bitch Timberlake. Ik ga naar Justin Timberlake. Nee. Wanneer? Juli. Ah! Hoe dan? Hoe dan, baby? Hoe dan? Waarom? Wanneer? Hoe wie?
hebben. Ja. Leuke kaartjes gekocht. Hij heeft één laatste gekocht, want die wees me erop. Van jouw vriendin, Melanie. Awesome tip, dankjewel. Waar is die dan? In juli. Sorry. Echter die one man suite. Nou, ik wil de tips uitleggen. Au, ja. De eerste was The Nipplegate met Janet Jackson. Oké. Ik vond hem heel goed. Ja. Tweede was Signorita, I'm here for you. And get me out of here van Espen Dentus. Dus die was... Wauw. Niet uit boekie. Helemaal gek geworden. Ja, is ook helemaal blij. Nee, niet blij. Ik heb vanochtend even uitgelegd dat het weer tijd is om voor onszelf te zorgen. Dat we dus weer beter gaan eten, meer bewegen, uiterlijke verzorging. Dus ik ben vandaag naar de kapper geweest en ik heb een hele tas vol met boodschappen gehaald om wat lekkers te maken. En ik gok dat Sergio jullie wel gaat uitleggen wat we... Ik zag er iets van lekkere poffertjes. Ja, zelfgemaakte poffertjes. Lijkt me wel heel lekker. Dus, foei! Love Kees. Toch? Toppie! Toppie! Ik heb begin gemaakt aan de poffertjes. Kokosmelk, 2 eieren. 120 gram kokosmelk, 15 gram kokosmeel, de bakmoeder, we gaan als eerste de melk en de eitjes koken. Een beetje zout erbij. Er komen lekker wat belletjes op, dan moeten ze lekker luchtig. Kokosmeel erbij. En een theelepeltje bakpoeder. Gaan we ze allemaal proppen. Smaakmaker kun je er alles in doen. Nee, ik zelf hou wel van. Ja, wij houden heel erg van gember. Lekker wat gember erin. En een heel klein beetje kaneel. Maar dan kan er even veel peterselie in, er kan een beetje dille in, een kervel. Een beetje aan waarmee je het wil gaan beleggen. Ik ga de pan. Een beetje van alles op hem, hè? Dan heb ik hier dus een pan. Geen idee of dit gaat werken. Heet zat, dus daar gaat het jullie in. Nou, ik heb geen idee of ik het lukt, want naar mijn idee is het beslag. Maar ja, ik heb me gehouden aan de hoeveelheden in het boek. Ik heb hem normaal gesproken, zou ik hem gewoon aandikken met gewoon bloem. Maar ja, ik zie hem dus gewoon best wel goed. Ik heb een kwastje, even de pan een beetje inzetten. Je kan boter gebruiken, maar ook dat is weer slechter. Omdat boter natuurlijk toch weer andere dingen in zitten, waardoor het stolt. En dat heb je met gewoon olijfolie niet, of zonnebloemolie. Zo gezond mogelijk. Thank you.
schattig. Ja, wordt luchtig en zo. Ruist een beetje, dat komt natuurlijk van bakpoeder. Ah. Kijk, Dick. Voor de granaatjes. Lekker curry erbij. Gaat ze dat veel te klein? Maar best wel. Hop. Maak in dit geval een beetje licht koekroom. En... een lekker petertje. Spekjes hebben we gebakken. Stelden. Oh, ik heb zo honger. Ja, ik heb ook van je honger. Papa. Okay. Ik heb zo honger, papa. Papa. Kijk, Stefie. Oh, ja. Oh. Oké. Ik denk dat we hem proberen om te draaien. Even kijken. Ja, hij is echt nog wel te zacht. Maar ze zijn in ieder geval om te draaien. Dit wel, het is koffie. Geinig. Nou, dat weet ik ook weer. Zo leer ik ook weer bij. Hè? Elke keer weer. Ik had echt het idee van, nou, dit worden gewoon omeletjes. Auw! Boer. Andere kant is natuurlijk warm. Ja, ja. Het is een voorwaarde dat hij. Hoe lang ga je het stil? Waar je zo opzien maakt. Maar... Lekker hoor. Bij elkaar zitten hoor. Nou hè. We hebben van die mensen straks, als ze heel veel geld hebben, zo'n tafel hebben van 10 meter ertussen. Hé, hey, schatje, smaakt dit? Dan hoor ik ze in de verte. Wat ga jij erop doen? Ik ga nou die nuttenkees proberen. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het er niet heel smakelijk uitzien. Ik ken het eigenlijk niet. En dan doe ik een beetje van dit zo. Het is een beetje nonchalant, hè. Nonchalant. Nou. Echt smaakt. Dat is. Drie sterren. Nee, maar ik vond het een heel goed idee van die schaam. Ja. Ja.